Welkom bij Daar vinden wij iets van. Ik ben Hansje Koek en ik praat open over euthanasie bij psychisch lijden. Met gasten die aanschuiven. We maken samen het onderwerp bespreekbaar met openheid, humor en diepgang. Wil jij ook een keer aansluiten als gast in mijn podcast? Neem dan contact op met info@natrauma.nl. En daar zijn we weer. Nieuwe podcast, nieuwe kansen, podcast nummer 40 alweer inmiddels. En ik heb vandaag een hele speciale gast. En ik weet zeker dat haar verhaal ook mensen gaat raken. Want ze is vanuit haar eigen beleving en haar eigen verhaal komt ze vandaag vertellen over waarom euthanasie misschien helemaal niet toegepast zou moeten worden op vooral kinderen die zeg maar jong zijn. En ik wil heel graag dat verhaal horen. Ze kwam op een gegeven moment ook op LinkedIn voorbij met het feit: ik wil ontzettend graag een mars organiseren tegen euthanasie bij jongeren. En dan denk ik, wauw, waanzinnig. Dat verhaal wil ik horen. En hier is ze dan in de podcast, Anastasia Paradis. Hoi! Hoi! Superleuk dat je er bent. Ja, ik kwam je dus inderdaad echt tegen op LinkedIn. En daar schreef jij inderdaad, ik wil zo graag een mars organiseren voor mensen om, zeg maar, met elkaar te gaan staan dat we geen euthanasie gaan toepassen op jongeren. Ja. En zoiets voorzien je niet. Je wordt niet zomaar wakker en denkt, nou, laten we dat eens doen. Daar zit een verhaal achter. Kun je mij een beetje meenemen hoe jij op een gegeven moment dacht, dit is nou wat ik wil doen. Ik wil die mars gaan organiseren. Ja, ik wil eigenlijk een soort bewustwording creëren in Nederland. Wat er nu gebeurt, is dat jongeren, ja, euthanasie krijgen op basis van door de GGZ opgegeven. Je bent uitbehandeld en dan kunnen ze met deze conclusie kunnen ze succesvol door een euthanasietraject gaan. Het maakt dan eigenlijk niet zo uit wat voor diagnose je hebt. Als je op bent gegeven, ben je opgegeven. Ik vind het gewoon onterecht. Dat dat eigenlijk niet moet kunnen. Nee, en dat komt ook omdat jij het hebt geleefd, hè? Jij hebt dit verhaal zelf geleefd. Ik heb het verhaal zelf geleefd. Ik heb deze hel zelf moeten doorstaan. Ik heb zelf ook dood gewild toen ik nog heel klein was. Dan was ik heel erg depressief. Ik werd als een klein postpakketje vanuit mijn moeder, die nog een tienermoeder was, weggestuurd. Omdat zij eigenlijk het niet aankon. Als ze me aankijkt, dan zei ze ook altijd van, je lijkt op je vader. En dat zei ze dan met een hele, met een afschuw, zeg maar. En dan werd ik weer elders gebracht. En op een gegeven moment was het zo erg dat ik naar een kinderthuis werd gebracht. En dus ik heb trauma op trauma meegemaakt. Ik heb ook seksueel misbruik meegemaakt. Ik heb daardoor een PTSS op een gegeven moment gekregen. Borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld. Mijn autisme en ADHD werd niet gezien. Daar wil ik later op terugkomen in dit gesprek, als je het goed vindt. Ja, zeker. Als tienermeisje vanuit het kinderthuis weer teruggestuurd naar mijn moeder en stiefvader toen nog. En toen dat ook door omstandigheden niet tot een succes was, ben ik naar een psychiatrische inrichting gebracht zelfs, naar Zandpoort. Zandpoort Noord volgens mij heette dan Amsterdam B. En ik kreeg, de rode draad was in mijn leven, in mijn kinderleventje, toen ik geboren werd, en was, jij bent niet goed, jij bent niet oké. Jij bent gewoon niet oké. Dus mijn hersentjes kregen al snel mee van, ik mag er niet zijn. Ja. Het raakt je of niet? Ja, het raakt me. Het raakt, elke keer als ik mijn herstelverhaal ook vertel, want het is dit. Dan ga ik weer terug naar die tijd en dat raakt me elke keer weer. Ja, ik denk ook dat mensen voelen dat je geraakt bent. En ik ben ook geraakt door je verhaal. Het lijkt me heel ingewikkeld om zo op te groeien. Ja, zeker. En ergens in dat verhaal heb je dus toen ook een wens ontwikkeld voor de dood. Ja, ik wilde absoluut niet leven. Ik zag het leven niet zitten. Ik vond het leven heel zwaar.
Ik had ook heel vaak hoofdpijn. Mijn stiefvader die zei ook altijd, zo klein dat ik was, dat ik horentjes zou hebben. Dat horentjes uit mijn hoofdje zouden komen. En dat hij God was en ik de duivel. Ja, het is gewoon heel traumatisch. Heel traumatisch. Ik kan me voorstellen, jeetje, ik kan me niet voorstellen hoe het is om, zeg maar, de duivel genoemd te worden. Ja. Hij zei ook heel vaak, ja, je hebt een donker uiterlijk. Dus als Hitler nog geleefd had, dan was je vergast geweest. Je hebt donkere ogen, je hebt donker haar en kijk eens hier om ons heen. Wie zie je allemaal hier zitten? En dan moest ik het ook zeggen, want anders dan kreeg ik een pak slaag. En dan zei hij, dan vroeg hij dan een vraag erop van, wat hebben wij allemaal? Wat voor kleur ogen en haar hebben wij allemaal? Ja, blond en blauw. Dus ja, mijn kinderleven was gewoon ja, zeer, zeer dramatisch. Ja, en als je dat allemaal naar je toe krijgt, dan wil je op een gegeven moment Niet dood. er niet zijn, je wilt dood, ja. Je wilt er niet zijn. Je krijgt constant het bevestiging vanaf kleins af aan. Je mag er niet zijn. Je bent niet goed. Je ziet er niet goed uit. Je doet het niet goed. Ja. Gewoon je hele identiteit kan ook niet ontwikkeld worden. Helemaal niets. Nee. Helemaal niets. Maar je hebt je wel ontwikkeld. Ik heb me wel ontwikkeld, ja. Het heeft een tijdje geduurd, maar ik heb me wel ontwikkeld. Ja, want ik bedoel, je hebt de basisschool gedaan, denk ik, en daarna de middelbare school. Na de middelbare school heb ik niet af kunnen maken. Omdat ik toen al heel ziek was door de borderline en de PTSS. Toen ik 14 was, kwam ik uit het kinderthuis, burgerweeshuis in Amsterdam. Toen werd ik weer opnieuw misbruikt door mijn stiefvader. En toen ben ik een half jaar later geplaatst in Zandpoort, een psychiatrische inrichting. Nou, ik heb daar de vreselijkste dingen om me heen gezien. Ik was niet... Je moet je voorstellen, ik was nog een keer eigenlijk een kind. En dan word je neergeplant tussen allemaal mensen die heel ziek zijn. En dan was ik ook al ziek door de trauma's, maar... Wat ik daar om me heen heb moeten zien en meemaken, dat werkte helemaal niet ten gunste aan eventueel herstel of stabiliteit, die dan weer opgebouwd moet worden als kind zijnde, als tiener zijnde. Dus vanuit daar kwam ik er ook nog getraumatiseerder uit omdat ik erin ging. Toen kwam ik in een meisjeshuis wonen, een voormalig meisjeshuis op Dreef in Amsterdam. En toen hadden ze mij betrapt met drugs, een joint in mijn hand. En toen werd ik als voorbeeld gesteld dat ik dan eruit werd gezet. En het gebeurde toen ook. En toen moest ik een straatleven op. En toen ben ik naar Purmerend gegaan en heb ik daar op straat geleefd. In beeld gekomen met maatschappelijk werk. Jongerencentrum heette het volgens mij nog in Purmerend. Vanuit daar een kamer kunnen regelen samen met de gemeente Purmerend en de maatschappelijk werkers. En ja, toen kwam ik daar wel tot rust in een eenkamerappartement, maar ik durfde op een gegeven moment niet meer naar buiten. De depressies werden erger, mijn angsten werden erger. Ik kwam niet meer buiten. En toen was ik 16. Bij mijn huisarts naar binnen toen gelopen en die zei van, ik denk dat je je beter kan laten opnemen voor een onderzoek. En toen was ik daar geweest, een paar Purmerend was volgens mij alleen nog ambulant. En die meneer, de psychiater, die stelde toen voor om in een dagbehandeling te gaan. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik, nou, dat zie ik niet zitten. Moet ik weer te maken met hulpverleners? Want kijk, ik heb in mijn kinderleven alleen al heel veel hulpverleners meegemaakt. Mijn tienertijd ook. En ik zat eigenlijk niet meer te wachten op hulpverleners weer opnieuw toe te laten in mijn leven. Dus ik bleef in mijn eenkamerappartement leven. Angstig en depressief en ik wilde heel graag dood. Ik zocht op een gegeven moment ook voor halfbroertjes die waren gekomen. Ging ook vaak naar mijn moeder toe, die ook in Purmerend woonde, die toen nog leefde. Heel vaak mijn broertjes opgehaald omdat zij ook dat niet aankon. Maar ik merkte wel na een jaar thuis, dag en nacht in angst en depressiviteit. Ik denk, ja, gaan we weer terug naar de huisarts. En toen heb ik op een gegeven moment toch laten opnemen. En toen werd een dag na mijn 18e verjaardag werd verteld van,
tegen mijn moeder, die werd erbij geroepen op een gegeven moment door de psychiater van ja, uw dochter, en ik zat erbij, hè? En ik Ja. keek je mij niet aan, ik keek je alleen mijn moeder aan. Uw dochter heeft borderline. Wat is borderline? Ja. En er werd verder niet, men werd niet gepraat. Het enige wat hij aan mijn moeder vroeg met de mededeling van kan ze bij u terugwonen op zolder desnoods? Nee, dat kan, maar dat kon natuurlijk niet. En dat was het gesprekje. Ja. Oké. Dat was het gesprekje. Ja. En inmiddels weet je wel wat borderline is, toch? Inmiddels, ja, inmiddels weet ik het wel, ja. Stel ervoor dat er Ja. luisteraars zijn die dat nog niet zo goed weten wat dat is. Zou je een korte samenvatting Nou, kunnen? ik kan alleen vertellen vanuit mijn borderline. Ik vind dat ook best wel het handigste. Borderline. Er zijn heel veel subtypes borderline. Dat heb ik ook wel moeten leren. Wat mijn borderline inhoudt, is dat ik heel erg achterdochtig kan zijn. Vooral in stressvolle, gespannen situaties. Het dissociëren. Zwart-wit denken. Aantrekken en afstoten. Je kan jezelf ontzettend beschadigen. Heb ik gelukkig nooit gedaan. Impulsief. Ik ben ook heel erg impulsief. Je kan bij tijd van wijlen je ook onthecht voelen vanuit je lichaam. Daar heb ik ook wel veel last van. En dat is eigenlijk wat ik het meest last van heb gehad. Ja, en de depressiviteit hoort ook eigenlijk best wel bij borderline en angsten. Maar dat van alles heb ik dus nu bijna geen last meer van. Dat is echt ontzettend fijn om te horen. Ja? En je bent niet zo jong meer, toch? Ik bedoel, Nee, ik ben helemaal niet zo jong. Ik ben 50. hij is natuurlijk nog steeds heel jong, maar voor de Nou, dat vind ik niet hoor. Dat vind ik niet. jeugdige luisteraar zit er zeg maar wel wat jaren bij. Dus, Sorry? voor een Wat was? jeugdige luisteraar zitten er wel wat jaren bij, zeg maar. Ja. Ja, 54, ik ben 45, dus dat is mooi. We draaien het om. Ja. Maar nog even terug, want je vertelt dus, je hebt al die dingen meegemaakt en je had een doodswens, maar je hebt het nooit gedaan. De euthanasietraject doorlopen bedoel je? Ja, of zelfmoord, of... Ja, wel ik. Oh ja, nou, ik heb wel zelfmoordpogingen gedaan. Ik ben vaak naar de treinstation toe gelopen toen ik nog een tiener was. En ik heb ook wel eens, toen ik op 11 hoog woonde in Purmerend, half over de reling gehangen. En ik heb wel eens andere capriolen uitgehaald om mezelf van kant te maken toen. Daarbij is ook een huisdier van mij overleden. Ik vertel dat heel bewust omdat dat voor mij zeer traumatisch is geweest. En dat ik vanaf die tijd heel veel gepest ben geweest. En ook voor kankerschizofreen ben uitgemaakt in Purmerend. Was dus daarna zo erg omdat ik niet meer in Purmerend veilig kon blijven wonen. Jeetje. Ik ben ook letterlijk op een gegeven moment weggevlucht. Ja, op het moment dat jij je pogingen toentertijd deed, hè, Ja. zou je toen heel blij geweest zijn als het was gelukt, of niet? Ja, dat vind ik wel een vraag. Dat ik denk van, oh. Ja, Kijk, nee. ik had toen, zoals nu in de media wordt geknald, ik mag het zeggen. Ik zeg het heel netjes, toch? Ik zeg geen naam. Maar Nee, zoals nee, nu in de media, zoals een paar dagen geleden in de media wordt geknald over het monster in je hoofd, dat mensen niet weten hoe dat is, dat psychisch lijden, dan kom je dus ook al even aan mij. nee. Want Ja, als dat... iemand, ja, wat als iemand weet wat dat is en hoe dat is geweest, dat psychisch lijden met monster in je hoofd, dan onder andere ben ik dat wel geweest. Ja, en dat wil ik dus juist horen, want jij En hebt die pogingen gedaan, maar je... ja, ik heb die poging gedaan, maar ik ben ook zo blij dat ik nog Hey. leef, Hansje. Juist, En dat en wil dat ik is wel natuurlijk graag de waarom. luisteraars meegeven. Juist, en dat is dus ook wat ik heel graag wilde horen. Want ondanks dat monster, ondanks die poging op dat moment, die je toen hoopte dat zouden lukken, ben je in het nu, want dat was waar ik naartoe wilde, ben je Ja. mega blij dat het niet gelukt is. Nee. Maar als Nee. jij in die tijd, en dat is ook weer zo'n gewetensvraag, bij iemand terecht was gekomen die had gezegd: Oké, je bent uitbehandeld en. Nou, voor mij. Ja, als ik als in die tijd een stichting, instantie zouden bestaan zoals het nu,
Ja. Dan had ik inderdaad niet meer bestaan. Dan had ik niet geleefd, dan had ik niet mooie momenten mogen meemaken. Dan had ik niet de mooie versie, beste versie vanuit mezelf mogen halen. Dan had Nee, ik niet mogen genieten. want jij hebt dus iets in jezelf om kunnen turnen, Ja. waardoor jij eigenlijk zoveel kracht hebt gehaald uit jezelf. Ja. Kun je ons daar iets in meenemen? Want ik vind het waanzinnig. Ja, ik denk mede door de hulpverlening. Ik heb hele slechte jaren gehad, hele slechte ervaringen gehad met hulpverleners. Maar gelukkig heb ik ook een handjevol goede hulpverleners gehad die met mij op zoek gingen van hoe kun jij je leven wat leefbaarder maken? En daar heb ik heel veel aan gehad. Ik had ook mensen in mijn privéleven die toen nog leefden, die ook dagelijks tegen mij vertelden, al was het maar door de telefoon, of als ik weer over mijn toeren naar ze toe ging, dat zij mij wel de moeite waard vonden en dan gingen ze ook een beetje sp mij spiegelen. En mooie gesprekken heb ik toen ook met deze mensen gehad. Het zijn gewoon factoren. Het is niet alleen de hulpverlening, het is niet alleen de mooie mensen om mij heen, wat ik toen heb mogen meemaken, maar ook mezelf, mijn eigen kracht. Op een gegeven moment wilde ik zo graag de trauma's ook overwinnen, de meeste trauma's. En het is me op een gegeven moment ook gelukt. Het heeft ook te maken, dat klinkt heel hard voor anderen. Het heeft ook te maken dat op een gegeven moment toen ik hoorde via via dat mijn stiefvader een vreselijke dood moest meemaken, dat hij ook daadwerkelijk gestorven was. Dat gaf voor mij zo'n opluchting. Dat gaf me zo'n powerboost. Dat snap ik ook wel hoor. Ja, nu ga ik verder wat proberen om verder wat van mijn leven te maken. Mag ik een rare vraag stellen? Want Ja, hij was, je had het over het monster in je hoofd, maar hij is natuurlijk ook een tijd het monster in jouw hoofd geweest. En toen hij stierf, verdween toen dat monster? Nee, niet meteen. Op een gegeven moment wel, maar niet meteen. Niet meteen. Ik heb er zelf keihard aan moeten werken. En toen had ik geen hulpverlening. Ik Hey, heb hoe heb zelf je het gedaan? keihard, ja, elke keer maar weer, maar toch mezelf. Ik ben toen, toen vanaf dat moment ben ik voor de spiegel gaan kijken. En ben mezelf constant gaan herhalen. Hoe mooi ik ben. Hoe bijzonder ik ben. Hoe waardevol ik ben, net als ieder ander mens. En dat doe ik tot de dag vandaag nog steeds. Wat heerlijk, wat goed. Dus maar voor jou, hè, als we dan gaan kijken, je hebt psychisch, uitzichtloos en, nou, er is nog wel zo'n woord, ik vergeet dat woord altijd, ondraaglijk. Psychisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Dat moet geconstateerd worden om euthanasie te krijgen. En jij zegt eigenlijk, ja, dat is er, maar je kunt er eigenlijk gewoon mee aan de slag. Je kan ermee aan de slag, zeker. Ja. Er zijn altijd wel omstandigheden, en vooral nu hè, met de GGZ, dat je de juiste hulpverleners moet tegenkomen, die ook de tijd ervoor nemen. Want als jij je niet gezien en gehoord voelt, dan heeft het geen kans van slagen. Dan is het ook, dan moet je wel zo aan jezelf werken dat je omgeving en zo mazzel hebben dat je een omgeving hebt die jou verder ermee kan helpen. Want eigenlijk is altijd wel een stukje behandeling nodig. Ook al heb je een kijvende omgeving, als je zo traumatisch nog zit met jezelf, met alle traumatische gebeurtenissen, dan heb je altijd nog wel een stukje behandeling nodig. Ja, en dan heb je een behandelaar nodig. Wat zou de houding moeten zijn van de behandelaar die je hebt? Er open instappen, maar ook er open uitstappen. Ik denk Ja? dat dat het moeilijkste voor de hulpverleners is, wat ik ook heel goed kan begrijpen. Maar vind jij dat het gesprek over euthanasie wel in de praktijk ruimte gevoerd mag worden? Maar niet op de manier zoals dat nu gedaan wordt. Ja, vertel, want hoe kijk je er nu naar en hoe zou jij het anders willen zien? Kijk, ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik hoor wel anderen om me heen en ook via social media krijg ik mee dat als ze bijvoorbeeld een intake hebben of verder al een tijdje zijn, daar is de behandeling, dat de behandelaar het ook gaat opnoemen. Ik denk dat je dan niet goed bezig, niet herstelgericht bezig bent. Oké, dus wat zeg maar zeker niet gedaan moet worden, is dat de therapeut komt met de behandeling
Of het dan zeg maar de mogelijkheid tot euthanasie. Daar moet je zeg Ja, maar het als. mag vooral geen behandeloptie lijken. Nee, oké. Want in Okay. Nou, feite daar is dat ben op ik een het mee eens gegeven hoor. moment wel zo. Sorry? Daar ben ik het echt mee eens. Ja, ik vind dat echt dat je daarvan moet waken. Ik vind het echt een no-go. Ja, maar je vindt wel dat het gesprek gevoerd moet kunnen worden. Kijk, ik ben er zelf over begonnen bij mijn behandelaren. Ja. En die hebben dat weggewuifd. En die hebben gewoon gezegd van joh, ja, nou ja, weet je, daar gaan we niet over hebben. Of ja, dat het in jou leeft. Weet je, we zitten hier om je beter te maken, weet je wel. Ja. En. Maar dat is natuurlijk ook niet de realiteit, hè? Ik bedoel, dat is een hele mooi ideaal beeld, idealistisch beeld van elke hulpverlener die de GGZ instapt. Om maar even ervan uit te gaan, hè? Een goede intenties en vanuit hun hart om daar vanuit te werken. Dat zullen jou wel even beter maken, samen met jouzelf. Maar heel vaak is dat niet de realiteit. Nee. Het genezend beeld is er eigenlijk niet in mijn ogen. Nee, Een leefbaarder beeld is er wel. ja, dat Maar een vind ik ook genezend zo beeld ding. niet. Ja. En ik denk dat dat nog een stukje scholing biedt aan de professionals, de GGZ-professionals. Zeker. Maar ook gewoon, ik vind nog steeds wel dat ik op dat moment voelde ik mij heel erg ongezien. En daardoor voelde ik ook dat dus wat er in mij leefde als zeg maar die wens, dat dus een geheim was. En dat iets was waar ik niet over mocht praten. En Ja, erg toch? dat is bij mij echt een soort van gaan etteren en pussen in mij, weet je wel, Ja. zou ik zeggen. Ja. En het gekke is dat het dan alleen maar groeit. Het is bij Ja, mij. want je. Ja. Dus vandaar dat ik dan wel heel blij ben om te horen dat jij zegt van ja, nee, maar het gesprek erover lijkt me heel goed om dat wel te voeren. Gewoon ook Juist, dat je juist. daardoor meer keuzemogelijkheid krijgt. Ik podcast nu al Ja, maar vier. niet alleen meer keuzemogelijkheden, want wat je net al ook opnoemt, je voelt je extra niet gezien en gehoord. En waar heb je dat dus? Dus je kijk, je klopt aan bij de GGZ. Je gaat een traject in. Meestal voel je niet gezien en gehoord. Althans, ik heb dat wel gehad jarenlang. Fijn. En als je dan ook nog eens dood wil en je komt met zelf in zo'n gesprek en je behandelaar wijft het weg, dan ben je eigenlijk vanuit de behandelaar zijnde niet goed bezig. Je moet juist het gesprek aangaan. Want wat ik nog van mezelf kan herinneren, is dat als je graag dood wil en het echt helemaal niet meer ziet zitten, dan heb je ook een bepaalde spanning, een zelfvernietiging, spanning in je hoofd. En als je daar niet over met je behandelaar, je eigen behandelaar, die eigenlijk vertrouwt en waar je veilig moet voelen, niet over het gesprek kan voeren, dan kun je ook die spanning niet kwijt. Nee, dus wat we dus overeen komen is dat we niet vinden dat een behandelaar, zeg maar, oh, nou, ik zie je en het lijkt wel alsof je heel erg uitzichtloos aan het lijden bent. Je weet dat er ook een optie is voor euthanasie. Wij vinden beide dat dat niet zomaar koud op het bord van iemand neergelegd kan worden. Nee, Want zeker niet. Zeker niet, nee. dan zeg je eigenlijk van ja, weet je, we geven je op. Maar als iemand er zelf uit. Mee begint en zegt van ja, ik denk de hele tijd eigenlijk toch wel aan, dat je dan zegt ja, nee, het gesprek absoluut aangaan. En ik Ja, denk dat we daar zeker. heel erg op één lijn in Ja, liggen. zeker. Ja. Ik denk dat je echt verkeerd bezig bent als je het gesprek niet aangaat. Nee. Want wat gaat men dan doen? Of ze gaan de behandeling, wat ik me zo goed kan voorstellen, de behandeling voortijdig verlaten, traject. En ze gaan elders toch bij iemand anders aankloppen. En die begrijpt het wel, die gaat het gesprek aan. En dan voel je je vertrouwd bij, je voelt je gezien en gehoord. Nou. Ja, tenzij je dus meteen de volgende stap maakt en dat je je dus inschrijft. En dan, zeg maar, krijg je eigenlijk een ander verhaal. En Ja. dan krijg je dus dat het misschien wel eens passeert. Terwijl er misschien nog wel behandelmogelijkheden zijn of wat dan Ja, ook. zeker, ja. Ook gezien ik niet het idee heb hoor, dat de EE op dit moment iedereen zomaar even doorlaat. Want als je gaat kijken dat 90% wordt, zeg maar, krijgt geen euthanasie. Hè? Ik bedoel. Nee, gelukkig maar. Het is Ja. echt, die komen gewoon weer in de maatschappij, al dan niet getraumatiseerd, maar wel gewoon weer de maatschappij in. Ja. Op een gegeven moment, dat vertelde je, had je de kracht en je hebt zeg maar jezelf helemaal hervonden en je was aan het terugkijken ook op je leven. En je kwam erachter eigenlijk, toen ik zo jong was geweest.
was ik eigenlijk heel blij dat het dus allemaal niet gelukt is. Want ik heb nu echt heel veel, ja, toch gewonnen in mijn leven. En dat wilde jij echt expliciet heel graag meegeven, toch, aan mensen? Ja, en ik wil ook nog een paar dingen verder meegeven wat in mijn herstel heel erg bepalend is geweest. Er zijn goede traumabehandelaren tegengekomen. Traumatrajecten doorheen gaan, ook al hoe is het zo zwaar. Ik heb ook zelfregieorganisaties ben ik op gaan zoeken. Ben zelf ook ervaringskundige trainster geworden. Cool. Delen is echt een stukje helemaal. Dat wil ik wel meegeven. Ha. Dat het medelotgenoten, dat voegt heel veel nog steeds in mijn dagelijks leven toe. En daar voel ik me wel gezien en gehoord. Mooi. Je vertelde ook dat voor jou er een stukje knapte op het moment dat je op de 's morgens je ontbijt aan het maken was en dat jij op de televisie het nieuws voorbij hoorde komen. En dat jij hoorde: meisje, 17 jaar, krijgt euthanasie. Op basis van uitbehandeld En borderline had stoornis. borderline persoonlijkheids borderline, ja, borderline werd het genoemd, ja. En toen dacht jij: met mijn verhaal en wat ik heb meegemaakt, wil ik ook heel graag hier iets in betekenen. Want uiteindelijk is dit niet wat je hoopt dat de normale gang van zaken gaat worden. Nee, zeker niet. Nee. En toen ben je eigenlijk een oproep gaan doen om, zeg maar, een mars te gaan lopen, toch? Ja. Ja, ik had op een gegeven moment zoiets van, ik zit best wel vaak op LinkedIn. En ik denk, ja, waarom gaan we eigenlijk niet naar het Malieveld toe? Laten we ons zien en horen. Maar helaas is die massa nog niet gekomen. Want er zijn te weinig gegadigden die er echt zien zitten om daadwerkelijk mee te gaan lopen. Dus dat vind ik wel heel jammer. Oké, we kunnen nu natuurlijk een oproep doen voor mensen. Wie zou jij willen dat daar naar het Malieveld komen? Nou, dat is wel een hele goeie. Nou, iedereen die zich geroepen voelt. En waar komen ze dan voor op? Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat ze weten waarvoor ze gaan ze daar dan staan. Voor het huidige euthanasiebeleid. Het huidige euthanasiebeleid. Met kinderen, jongeren die worden opgegeven door de GGZ. En dat je dan succesvol door een euthanasietraject kan gaan. Dus er zitten heel veel omheen, hè, wat ik eigenlijk zeg, de boodschap. Ja, Ik wil eigenlijk ook zou grote demonstratie, in mijn fantasie zou het grote demonstratie worden. En dan opkomen voor de kleine politieke partijen die ook heel lang naar boven dragen van de bezuinigde gezondheidszorg, dat moeten we niet meer willen. ja. En daarbij meteen een toevoegen van, want het heeft ook consequenties voor kinderen, jongeren, die succesvol straks door een euthanasietraject of straks door een euthanasietraject kunnen gaan. Die worden Ja. opgegeven. Dus ja, eigenlijk wil ik dat samenvoegen. Dat zou het mooiste zijn. Ja, dat dus een betere GGZ. Ja, zeker. En dus, zeg maar, dan ook daar in het verlengde in een beter euthanasiebeleid op jongeren. Zeker, Ik ja. denk zeker dat het heel goed is om hier het gesprek over te voeren. Want we willen. Weet je, net zoals jij ben ik ervan overtuigd dat je eigenlijk niet dood wil, maar je wilt dit niet meer. Je bent Je wilt gewoon niet heel, meer lijden. Je je wilt het wilt niet lijden meer niet lijden. meer. Je wil er van af en noem maar op. Dus uiteindelijk wil je het liefst dat er een hulpmiddel komt. En dat je, zeg maar, afhelpt van, of er doorheen helpt, of je, zeg maar, weer opbouwt. Ik bedoel, Ja. dat wil jij, dat wil ik. Ik denk dat, nou, als we het aan iedereen gaan vragen, denk ik dat 99% dit wil. Maar ik weet ook dat zoals jij dus ook wel hebt meegemaakt, dat echt in die grondwerking van, zeg maar, ja, maar ik weet niet meer hoe ik het moet verdragen. Dat is best wel nog een heel erg ingewikkeld stuk, vind ik. Nou, dat is het ook. Want je zit in zo'n dusdanige hel dat je echt geen uitweg meer ziet. En je ook niet kan geloven en open meer kan staan voor eventueel een ander die zegt van ja, maar je kan er wel doorheen komen. Dat is gewoon niet te bevatten als je in zo'n hel zit. Nee. Dat zie je gewoon niet meer. Dat voel je niet meer. Je bent volledig afgestompt van de omgeving, van de hele samenleving. Dat is van alles en iedereen. Je hersenen, zoals het bij mij het geval was, zitten vol met etter.
Ja, dus vandaar. En ik vind het dus in dat opzicht een hele ingewikkelde discussie. En ik ben eigenlijk blij dat ik hem niet hoef te voeren. Klinkt dat raar? Ja, nee. Dan denk ik, ergens is het best knap dat er mensen zijn die hierover willen nadenken en de juiste keuzes willen maken. En ik vind wel dat wij er een heel goede job aan kunnen doen om als patiënten en als ervaringsdeskundigen of therapeuten zoveel mogelijk onze eigen licht te laten schijnen op wat wij hiervan vinden, zodat er een heel Zeker. genuanceerd beeld kan ontstaan. En niet zeg maar een beeld van ja, euthanasie moet altijd of ja, euthanasie moet nooit. Weet je, ik ben in dat opzicht toch best wel een beetje voor de gulden middenweg. Maar zo hoor ik dat eigenlijk ook in jouw stem terug. Ja, maar ik wilde nog wel benadrukken, Hansje, Ja. dat ik wel vind dat bij kinderen en jongeren er zoveel andere mogelijkheden nog geprobeerd moeten worden voordat werkelijk zij succesvol in het euthanasietraject mogen gaan. En eigenlijk vind ik het nu nog steeds een no-go. Ja, Want je hersenen zijn. Ja, ik wil, ja, want weet je, ik heb zelf, Hansje, ik heb zelf ervaren dat de behandelingen toen ik toen als eind mijn tienerjaren en begin en mijn twintigerjaren heb gehad, toen was ik te psychotisch, ik was te in de war, ik was te crisisachtig, zoals de men dat noemde. En het sloeg toen, even benadrukken, toen niet aan. Maar op mijn 49 of 49ste heb ik me inmiddels in Enkhuizen woonachtig weer opnieuw aangemeld bij de GGZ. Traumabehandelingen gedaan. Een stukje psycho-educatie, wat bij mij ook belangrijk was voor mijn autisme. En ik heb traumabehandeling gedaan. En ik heb zowat al die behandelingen van vroeger heb ik toen ook doorlopen. En het was net alsof mijn hersenen een stofzuigertje inging en van werd eventjes etter ging weg. En de traumabehandelaars, die GGZ-psychologen, die vertelden mij dingen en op een gegeven moment overheen. Toen, het ging echt ploep, ploep, ploep. Klinkt van ander heel raar, maar zo voelde het. En nog steeds, ik heb lucht in mijn hersenen gekregen. Het is merendeels schoon. Ja, En ik dit wil vind ik een mooi iedereen, echt verhaal. Hans, ik wil iedereen meegeven, ook de jongeren en kinderen van vandaag de dag. Laat je niet ontmoedigen als het de behandelingen nu niet aanstaat in je hersenen. Want er is een reële kans dat als jij verder probeert te gaan, omdat het op een gegeven moment, als je een pauze hebt genomen, maakt niet uit hoe lang, het kan 20 jaar zijn, het kan 10 jaar zijn, maar ga het proberen te herhalen. En er is een grote kans, een reële kans, dat het ook bij jou op een gegeven moment aanslaat. Ja, En dat is laat toch een alsjeblieft je niet fantastische boodschap. ontmoedigen. Ja, dit is toch een fantastische boodschap. Ja. Ja, echt. Dankjewel. Dit is echt heel gaaf om te horen. Dus als je nou zo'n jongere bent en stel ervoor dat je denkt van nou, ik wil eigenlijk wel heel graag mijn verhaal doen of wat dan ook. Dat mag altijd. Je mag altijd mailen naar info@natrauma.nl. En ik neem aan dat als je vragen hebt ook aan Anastasia, dat ik ze gewoon door mag zetten, toch? Zeker, zeker. Graag zelfs. Ja, dus blijf er niet mee hangen. Kom dan gewoon alsjeblieft op de lijn. En En ga alsjeblieft spreek ons aan. medelotgenoten zoeken. Ga alsjeblieft dat doen. Het gaat zoveel toevoegen. Je bent niet de enige die in deze hel zit nu. Nee. Vraag om je heen, als je ze niet tegenkomt, vraag om je heen waar ze zijn. Ga naar de huisarts. Ga naar je behandelaar. Er Ja, zijn wat ik. zelfregieorganisaties, er zijn ook particulieren die groepen oprichten of die er al zijn. Ga alsjeblieft erheen. Vraag anders of ze naar jou toe kunnen komen als je ook niet, net als mij vroeger, als je nu zo jong bent en ook niet de macht erbij bent om naar buiten te gaan. Vraag of een ervaringskundige bij je thuis wil komen. Blijf er niet alleen maar zitten. Je bent hierin niet alleen. Prachtig. Ja. Ik hoop echt dat we die jongeren bereiken. En als je dus ook inderdaad je geroepen voelt, omdat je denkt van ja, ik vind dit echt zo mooi waar Anastasia in gelooft. Ik wil ook op dat Malieveld staan om echt een beter beleid, specifiek euthanasiebeleid voor jongeren,
zeg maar, dat daar echt naar gekeken wordt en dat er nog een keertje dieper over nagedacht wordt om, zeg maar, voordat de conclusies daar allemaal in komen, alsjeblieft ga op het Malieveld staan en zeg tegen de politiek, jongens, luister, we willen wel gewoon dat er echt goed naar gekeken wordt. En ik denk dat Ja. iedereen dat heel graag wil, want we zijn in ons land niet zomaar een land waarin we iedereen zomaar de dood in willen pompen. Nee, dat moeten we niet willen. Zag Nee. maar, zag je geen ruimte meer voor. Het is ook een van mijn postingen geweest op LinkedIn. Ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen. Straks is er ook geen ruimte meer voor mensen met een chronische beperking. Want dat wil ik ook nog meegeven. Ik ben nog steeds beperkt in mijn leven. Het is niet zo dat ik zomaar ineens genezen ben. Ik zal ook nooit genezen. Van heel veel, van mijn autisme niet, van mijn ADHD niet, van getraumatiseerde herinneringen niet. Het is wel zo dat ik geen PTSS meer gelukkig heb. Mijn borderline heb ik af en toe nog steeds last van. Met stressvolle situaties, dat ik achterdochtig kan zijn. Daar kan ik mensen mee afstoten. Maar het is voor mij zo veel leefbaarder geworden. En dat gun ik echt jou ook. Ja. Dus ja, dat wil ik eigenlijk ook deze boodschap ook meegeven. Waanzinnig. Is er een vraag die ik niet heb gesteld, maar die je wel heel graag nog zou willen vertellen? Want je hebt ons meegenomen in een heel zwaar leven, waar je uiteindelijk zei: het is zo goed geweest dat ik nu met terugwerkende kracht nog steeds in leven ben. Je hebt gezegd dat de GGZ op dit moment eigenlijk niet goed in elkaar zit en dat dat mag veranderen. Ja. Ik wil daar nog even een boodschap mee geven aan alle behandelaren. Ja, Die met graag. name te maken krijgen met de mensen die binnenstromen met de persoonlijkheidsproblematiek, zoals de borderline. Stap er open in, maar niet alleen stap er open in, ga er ook open uit. En ik snap heel goed dat jullie op een gegeven moment uitgeput raken, want dat heb ik ook wel eens als ervaringskundige getraind, zodat ik mijn medelotgenoten denk van, oh. Maar het is zo belangrijk als jij niet open kan uitstappen, om dan zelf even een time-out te nemen. Want wij zijn, ik betrek mezelf er toch maar ook weer even in mee, wij zijn heel gevoelig. Heel gevoelig voor afwijzingen. En wij voelen dat meestal ook aan. Dus als je het niet kan opbrengen om verder open in de behandelrelatie te kunnen blijven, overeind kan blijven staan, neem een time-out. Maar probeer er dan weer in te stappen en daarna ook weer open uit te gaan. Mooie boodschap, absoluut. Zijn er nog dingen die jij wilt toevoegen omtrent, nou, je hebt veel in de media gelezen en gezien en gehoord. En er zijn een aantal dingen die je, zeg maar, daarin ook wel echt aankaart. Van jongens, luister, daar liggen de specifieke ja, punten waar we echt met elkaar over in discussie moeten. Hebben we die allemaal gehad? Nou, ik wil toch even een punt aansnijden als er nog tijd is over de brief, de brandbrief, zoals men dat noemt. Ik ben blij dat deze artsen de brief hebben geschreven. Anders was het balletje ook niet gaan rollen. Nee, het is goed dat Snap alle je? geluiden naar buiten komen. Ja. Ja, ja. Ik vind ook altijd, je kunt pas het, zeg maar, de balans vinden als je de twee uitersten hebt gehoord. Ja. En daar ben ik ook voor. Dat alles in de openheid komt. En hoe meer openheid, hoe meer we met elkaar in gesprek kunnen. En ik denk Ja. dat jij ook heel erg voor het open gesprek bent. Dat is ook de reden waarom ik Zeker, in deze zeker. podcast zit, terwijl dat voor jou ook wel even slikken was. Want, nou ja, weet je, ja, nou ja, ik heb ook bijvoorbeeld andere psychiaters geïnterviewd die, zeg maar, dan een controversiële kant hebben in jouw, zeg maar, blik. En Ja. dan is dat toch, zeg maar, ingewikkeld om daar ja tegen te zeggen. En ik hoop echt dat je het gevoel hebt dat je echt hier allemaal kunt zijn en dat jouw verhaal ook echt gehoord mag worden. Want daar ben ik zo voor. Ik ben voor het volledige verhaal van iedereen. Nou, mooi. Ja, dus ook echt mensen, als je, zeg maar, zoiets hebt van: ik wil het veld op, het Malieveld op en bestorm met Anastasia. Ze is te vinden gewoon op LinkedIn. Ben jij nog direct bereikbaar eigenlijk?
Het liefste via een pb'tje van LinkedIn. Een van mijn twee LinkedIn-accounts. Dan komt het altijd terecht in mijn mailbox. Ja. Als ze nader contact willen met mij, dan kan ik mijn e-mailadres geven en eventueel mijn mobiele nummer. Want voor die Mars bedoel jij? Ja, bijvoorbeeld voor de Mars, maar Of ook voor als de ze. hulpvraag? Of voor een hulpvraag of wat dan ook. Want ja, Ja, ze mogen mij benaderen. Het liefste via LinkedIn. ik denk wel dat jij iemand bent die echt kan luisteren naar het verhaal. En dat is zo nodig voor mensen op dit moment. Dat ze echt gehoord en gezien worden. Dus dank je wel dat je dat doet en dat je dat inbrengt bij mensen en dat je ze echt wil zien. Graag gedaan. Wij hebben trouwens als ervaringskundige ook een brief geschreven naar de NVVP. Ja, ik heb het gehoord. En de Mind. Ja, fantastisch. Ja, we hebben een indirecte reactie teruggekregen. En daarna, volgens mij, heb ik niet helemaal goed begrepen van de briefschrijvers of het een indirecte reactie ook is geweest of een directe reactie. Maar de briefschrijvers zelf zijn nog in conclaaf met ze. Dus dat betekent dat wij nog steeds niet serieus genomen worden. En dat vind ik zo jammer. Oh, sorry, mijn honden. Vind ik echt zo jammer. Want ik denk echt dat wij. Ik denk echt dat hun er wat aan kunnen hebben. Stap uit de comfortzone van de GGZ-protocollen. Het is ook een van de redenen waarom ik geen betaalde baan wil. Of ook niet als vrijwilliger, als ervaringskundige trainer voor de GGZ. Want ik ben niet in het protocol te krijgen. Nee, Ik wil maar dat. graag de ruimte. Ik wil graag de anderen ook echt zien en horen. Hè? Ik wil graag. De deelnemer, de cliënt, hoe we ook genoemd worden, de ruimte geven. En dat kost tijd. De tijd die de GGZ al heel wat jaren niet meer heeft. En daarom wil ik ook als een bevlogen vrijwilliger werken. En niet voor de GGZ. Niet zoals het nu functioneert. Ik denk dat mensen er echt mee geholpen zijn dat jij in het veld zit. Dus fijn dat je er bent. En ik ben het heel erg eens dat er zeker moet gekeken worden naar hoe wij op dit moment behandelingen inschalen en hoe wij diagnosticeren. En hoe wij daar dan een behandeling op maken en dat we niet meer kijken van wie ben jij nou individueel en wat heb je nodig. Ja, zeker. Ja, herstelgericht is zo belangrijk. Herstelgericht werken en behandelen is zo belangrijk. Nou ja, sowieso. Er wordt natuurlijk, en je hebt het al aangehaald in deze podcast, heel vaak gezegd: wij gaan je wel even beter maken. Ja, maar ja, nou, dat is niet de realiteit. En En dat weten ze eigenlijk ook wel, hè? ja, en Maar dan ze zijn toch. zo vast, GGZ is nog steeds zo vastgeroest in de protocollen. Zo vastgeroest. Dat is zo jammer. Ja, en dan kom je een soort van bedrogen uit als patiënt, want ze houden iedere keer dat worstje voor. Ja, nog Ja, even een dus stukje verder lopen. Ja, nog even die ene therapie, nog even nog dat. even die ene met pilletje erbij. Want dat is ook eigenlijk iets wat voor mij niet herstelbevorderend is geweest. Ik heb na 33 jaar GGZ, medicatieverslaving, heb ik de medicatie achter me gelaten. En sindsdien gaat het ook veel beter met mij. Want er was echt door de medicatie, was een hele waas ook over het etteren gedeelte van in binnenkant van mijn hersenen, zeg maar. Dus het is de combinatie voor mij is geweest, traumabehandeling, stoppen met medicatie, ook al wilde hun heel graag dat ik medicatie opnieuw zou blijven slikken. Ik heb dat geweigerd. En ja, herstelregieorganisaties. En En ook wel heel blij dat ze tegenwoordig hele mooie trajecten hebben om af te bouwen met medicatie. En zeg maar eigenlijk op een goede manier te zorgen dat er. wat was er Sorry, nou? dat zijn maar de honden. Die Oh! zijn helemaal aan. Ja, eentje ligt bij mij ook hier. Dus, maar die hoorde ik gelukkig niet. Dus. Maar ik hoorde jouw honden ook niet hoor. Jij hoort ze zeker wel. Ik hoorde niet door het beeldscherm. Oh, wat heerlijk. Maar ja, ze zijn wel degelijk en ze gaan dan helemaal aan. Maar wat ik daarop wilde zeggen was dat ik heel blij ben dat er tegenwoordig echt van die centra's zijn waarbij je dus echt gewoon goed kunt afbouwen. En waar ook de noodzaak wordt gezien om niet altijd maar aan de medicatie te blijven. Maar dat er een goede manier is om afbouwen en dan op een andere manier te gaan kijken. Dus er zijn echt wel hele goede initiatieven op dit moment die Maar verandering. dan moet je wel sterk genoeg voelen om dat door te zetten.
Ja, Want vast. meestal, de meeste behandelaren die staan er niet voor open, die verwijs je dan ook niet door. Ik heb er zelf gelukkig niet mee te maken gehad, want ik ben zo eigenwijs geweest en gelukkig maar eigenwijs en koppig geweest om het zelf te doen. En het is me uiteindelijk, was me, en is me uiteindelijk gelukt. Maar ik wil ook de jongeren en kinderen meegeven, maar ook volwassenen, als je daarin vast bent gelopen, de medicatie, niet alleen de behandeling, maar ook de medicatie, wat ook een stukje behandeling is. Probeer een mogelijkheid te zoeken, een manier te zoeken dat je ervan afgaat. Kijk Ja. dan weer opnieuw verder naar jezelf en eventueel ook met hulp van anderen. Want het kan wel eens zo zijn dat je net als mij het heel veel gaat schelen, dat je veel helderder bent en het ook niet meer nodig hebt en dat je zo weerbaarder kan worden dat je het echt niet meer nodig hebt. Want wat bij mij ook het geval was, vooral in de jaren 90, werd ik zo vol gepompt met tranquilizers dat ik nog onstabieler werd, nog labieler, nog psychotischer. Ja, die benzo's die worden natuurlijk best wel snel uitgeschreven. Ja. Inmiddels En zijn ze over. er gelukkig wat terughoudender in de benzodiazepines. Maar het blijft natuurlijk nog steeds dat het een van de makkelijkste manieren is om iemand onder controle te krijgen. Ja. En ik weet nog heel goed te herinneren, bijna 5 jaar terug, op mijn 50ste, dat ik de diagnose autisme kreeg. Dan werd meteen medegedeeld van zo, en nu Anastasia, en nu medicatie. Wordt een diagnose gesteld en dan zeggen ze nu medicatie. Oh, en dan heb ik een jaar daarvoor nog gezegd, met enige trots, ik ben van de medicatie af. Tijdens zo'n intakegesprek, kennismakinggesprek. Nee, ik zeg, dat wordt het hem echt niet hoor. Nee, heel goed. Maar het is wel Goed dat jij voor stigmatiserend, jezelf vind jij staat. dat niet? Ik vind het best wel stigmatiserend. Wordt een diagnose gesteld, wordt meteen mededeling Ja. gedaan, je moet in de medicatie. Er wordt dan ook niet naar de mens gekeken, hoe je nu functioneert. Nee, dan is de diagnose leidend. Ja, en daar vind ik eigenlijk ook dat we daar op een gegeven moment ook van af moeten. Ja, dat Het vind ik liefst ook. morgen dan van, het liefst vandaag dan morgen. Nou ja, het is op een bepaalde manier is het prettig om een bepaalde diagnose richting te hebben, waardoor je ook een beetje kunt gaan kijken van joh, oké, wat zijn er voor mogelijkheden? En ik vind het, de herkenning vind ik wel fijn. Ja, Dus. het heeft zeker ook een positieve zijde, want ik heb ook psycho-educatie over mijn autisme gehad en 3 jaar daarvoor over mijn ADHD. En dat was best wel helpend voor mij. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, nu is het wel weer genoeg. Dan wil je er ook weer van af. Tenminste, zo heeft het voor mij wel gewerkt. Ja, nou, dan weet je gewoon een klein beetje, oh, dit is dus een beetje wat daaronder valt. En dan Ja. ga je eigenlijk een beetje voor jezelf bekijken, waar ligt nou het midden waarin ik wil functioneren? Want dat is het eigenlijk Ja. een beetje. En dan eigenlijk in dat zoekproces, in die zoektocht, is eigenlijk voor mij helpend geweest de zelfregieorganisaties. Medelotgenotencontact. Dat je, Wil je ik dan heb ook mezelf daarin kunnen herstelacademisch? ontwikkelen. Sorry? Je hebt tegenwoordig ook een herstelacademisch. Heb je het daar dan Ja, ook? wij in de GGZ, in West-Friesland zat is de GGZ Noord-Holland-Noord. Er is een herstelacademie, dat heet nu heel anders. Ik hou dat niet meer bij. Tenminste, ik onthoud dat niet meer. Maar daar worden cursussen gegeven, trainingen, workshops. En dan kan je ook. Kan je heel veel van elkaar leren. Wat daar niet mag, is dat je dan kan delen. Dus ik zeg dat wel eerlijk erbij. Want ik heb dat daar ook gevolgd, die trainingen en cursussen. En ik vind het een hele grote minpunt dat je daar niet mag delen. Hun zeggen dan net als de hulpverleners, GGZ-hulpverleners, ervaringskundigen. Je komt, wij zijn ervan over, wij hebben een visie van je komt hier om wat te leren en niet te delen. En het laatste stukje vind ik juist zo belangrijk, net als het stukje leren. En dat is nu wat ik wel als vrijwilliger doe, hier in Enkhuizen en daarvoor in Horen, een zelfregieorganisatie, de hoofdzaak die naast de herstelwerkplaats zit van de GGZ. Daar mag je wel delen, naast wat leren, mag je daar ook delen. En dat voegt zoveel toe. De Ja. erkenning, de herkenning. Maar dat delen, dat wordt natuurlijk zeg maar tegengehouden omdat mensen hele heftige verhalen hebben. Ja. En dan kan de ander daar misschien wel op getriggerd raken en daardoor van het Ja, pad maar Hansje, raken. als je een beetje getraind bent erin, ik ben getraind ook in groepen begeleiden, dan kan jij dat wel in de juiste banen leiden. En je kan het niet
Nee, iedereen zijn zin maken, dat weet ik. Maar je kan het wel zo een draai aan geven dat de mensen, dat de deelnemers wel een stukje kunnen delen. En daar zie je heel vaak een opluchting bij ze en heel vaak een stukje minder spanning. Ja, en de herkenning die dan ook ontstaat. En dat, ik zeg ook niet dat ik specifiek ben voor het niet delen. Ik zei alleen, Nee, dit maar ik snap wat je bang bedoelt, voor want zijn. dat zeiden de ervaringskundigen van de GGZ bijvoorbeeld nooit ook. Ja. Anders dan loopt het allemaal door elkaar heen. Ik denk, ja, maar als je wordt opgeleid met een stukje training voor groepenbegeleider, dan heb je dat niet. Kan altijd Maar wel een keer een uitschieter zijn, maar ja. wat ik ook merk is, en ik denk dat jij dat ook herkent. Ik loop wel eens binnen bij zeg maar lotgenoten en dan voel ik de verhalen. De zwaarte, weet je wel, wat er allemaal eigenlijk heeft gespeeld. En dan mag Ja. je het er niet over hebben. Dus dan gaat iedereen zeg maar een soort van gemakluchtig zitten doen. En jij voelt nog steeds die zwaarte. En je Ja, kunt er ook ja, niet ja, ja, over ja, mee uit. Want je kunt niet navragen, en waar ligt jouw zwaarte dan? Want ja. Ja. dat vind ik ook wel eens ingewikkeld hoor. Nou, is het ook. Is voor de trainers zijn het ook ingewikkeld, hoor. Voor de Ja. vaartkundige trainers is het ook heel ingewikkeld. Je kan er nog zo op getraind zijn, maar er blijven natuurlijk ook mensen. Zeker. Het blijft ook bij ons keer op keer weer binnenkomen. Ja, dat zit er gewoon. Ja. We hebben gewoon die extra, zoals ik dat dan noem, talenten of spidey senses hebben we meegekregen door wat we hebben meegemaakt. En dat kun je niet ongedaan maken. Het is niet zo dat je opeens minder gevoelig kunt worden. Nee. Ik heb zelfs En het misschien idee wel dat we beter ook. gevoeliger worden gedurende zeg maar, ons leven. Omdat we Ja. steeds meer weten en dus ook meer kunnen plaatsen. Dus dan word je eigenlijk nog gevoeliger daarvoor. Ja. Zijn er nog dingen waarvan jij zegt, nou, daar wil ik het nog echt even over hebben? Ja, over de traumabehandelingen. De traumabehandelaren die in Nederland schaars tekort komt. Ja. Er zijn nu, zoals bijvoorbeeld in West-Friesland, is er Abate bijgekomen. Dat is een traumacentrum, angst-trauma-expertisecentrum. Die is opgericht door TC-psychologen, als ik goed de geschiedenis weergeef, die vroeger bij GGZ Noordhorn Noord hebben gewerkt. Twee van mijn traumabehandelaars die werken daar inmiddels ook. Hun hebben daar beter de tijd voor je dan de basis GGZ is het niet ook echt, maar de normale GGZ, de reguliere GGZ. Ja. En eigenlijk vind ik het jammer dat dan Abate erbij is gekomen. Waarom zeg ik dat? Is omdat eigenlijk het liefste, het ideaalbeeld is natuurlijk dat Abate en de GGZ in één is. Dat we voldoende GGZ traumabehandelaren hebben en ook de tijd ervoor hebben. Want ik heb wel gemerkt dat bij mij het echt wel bepalend en beslissend is geweest een goede traumabehandeling. En de juiste klik ook met de psycholoog. Ja. En als dat dan niet lukt, dan maar extra Abate erbij, zou ik zo zeggen. Als je geen klik hebt met je therapeut, vind ik ook wel een hele interessante. Oh ja. Heb je daar nog iets over te zeggen? Ik denk het wel. Ja, ik heb ze gehad. Geen klik, wel klik. Wel klik, geen klik. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de persoonlijkheidsproblematiek die je dan hebt. Maar ja, wat heb ik daarover te zeggen? Ik denk dat ik het tijdens ons gesprek ook al op een gegeven moment zei. Probeer niet alleen als je er open instapt. Probeer er ook open uit te stappen. En als je dat niet kan opbrengen om er open uit te stappen, neem een time-out. En hoe lang die kan zijn, dat kan je zelf bepalen. Maar ik vind wel dat je als geschoolde GGZ-professional er open in moet blijven. En als je dat niet op kan brengen, wat ik ook een keer heb meegemaakt van een GGZ-psycholoog, hoe wrang het ook is voor de cliënt zelf, dan moet je eruit blijven als je niet meer er open in kan blijven. Want ik heb dat ook meegemaakt. Zij kon er niet meer open in blijven. Dus ze ging weg. Dat was voor mij heel erg verdrietig. Maar het is, ach, zoals ik er nu op terugkijk, is dat beter dan dat je de boodschap in meekrijgt. Want zo voelt het dan wel, hè, voor ons. Dat je er niet mag zijn. Dat je alweer niet oké bent. Heb jij dat ook, dat je als je zeg maar in een therapie zit, dat je dan je gaat een beetje conformeren, zoals je denkt dat zij willen dat jij de therapie doet? Dat je heel erg goed wil zijn in je therapie? Om de therapeut te behagen, bedoel je? Ja? Ja, dat heb ik ook wel gehad, ja.
Maar ik ben de persoon, eigenlijk in de totaliteit, de mensen die me gekend, ik ben dat de persoon gelukkig niet naar. Waarom zeg ik gelukkig? Omdat ik ook even, ik vind eigenlijk dat het niet leidend moet zijn. Hè? En ik weet wel dat dat gebeurt, maar ik laat altijd mezelf verder erin zien. Als ik het er niet mee eens ben. Ik heb het wel geprobeerd om die ander te conformeren, maar dan doe je zelf ook een hoop tekort. In mijn geval mezelf wel, want ik heb een karakter dat. Die kan zich heel moeilijk conformeren aan vele dingen eigenlijk. Dus helemaal in zo'n behandelrelatie was het voor de behandelaar heel moeilijk, maar ook voor mezelf. Ja. Is dat een beetje wat je bedoelt? Nou, nee, ik ben heel snel geneigd om zeg maar het goed te willen doen. Het beste meisje van de klas, dus ook in therapie. Dus als er dan Ja. wordt gezegd. Maar dan slaat de behandeling toch niet aan, Hansje? Nee. Nee, precies. Precies. Dus het gesprek zou ook vaker moeten gaan tijdens de behandelingen. Van mens op mens contact. En dat is helaas nog niet. En ik hoop ook dat de GGZ wel die ontwikkeling door gaat maken en ook gaat doorzetten. Dat je dit, als je de therapeut bent, dat je jezelf meer mag laten zien. Want nu zijn wij ervaringskundigen ervoor. Maar het liefste zie ik natuurlijk ook dat de behandelaar dat gaat doen. Want dan krijg je een veel snellere en een warmere klik mee. En dan kan zo'n behandeling veel beter aanslaan. Is er nog iets wat zeg maar in je opkomt waarvan je zegt: oh, dat wil ik eigenlijk ook nog even melden? Ik denk dat het belangrijkste ding wat ik kwijt wil, dat ik over gehad. Kom je nog een keer terug als die mars heeft plaatsgevonden? Natuurlijk, natuurlijk. Graag zelfs. Want dan wil ik echt wel Ja. weten hoe het was en wat voor gesprekken het heeft opgeleverd. Want ja, het is een waanzinnig initiatief. Dankjewel. Met Ik wil ook zoveel nog eigenlijk een liefde. oproep doen. Mag ik nog een oproep doen? Hier betrekking tot de Mars en over mezelf. Ja hoor. Ben jij een hulpverlener of een zelfregieorganisatie en je hebt cliënten, deelnemers, patiënten die heel erg knel zitten en het niet meer zien zitten en je denkt dat ze eventueel gebaat zouden zijn met mijn verhaal? Neem contact op met mij via LinkedIn. Kunnen we kijken wat we elkaar kunnen betekenen. En dan kunnen ze zoeken op Anastasia Paradis. Peridus, ja. Nou, top. Ik wil je onwijs bedanken voor En jouw loop het liefst ook mee. Loop het liefst ook mee. Misschien kom ik ook meelopen. Nog niet Top. helemaal zeg maar, vanuit zeg maar, de overtuiging, maar wel omdat ik jou zou willen steunen. Even denken, ik wil jou onwijs bedanken voor jouw openhartige verhaal. En ik. Vind het waanzinnig en ontzettend knap dat jij door al die trauma's heen hebt durven gaan en dat jij nu hier op 54-jarige leeftijd kan vertellen over dat het zin heeft om er wel doorheen te gaan. En Ja. ik denk dat dat een heel mooi verhaal is om mee af te sluiten. Dank je wel. Dankjewel. Jij ook bedankt voor de uitnodiging. Graag De tweede gedaan. keer. Hoi hoi. Doeg. Jee, dat was hem voor vandaag. Bij Daar vinden wij iets van. Dank voor je tijd dat jij luistert. Wordt enorm gewaardeerd. Wil je ons steunen? Abonneer je dan op onze podcast. Laat een review achter en deel deze aflevering. Zo draag je bij aan de verspreiding van inzicht en empathie rondom dit thema. Als je na deze aflevering behoefte voelt om je eigen verhaal te delen, je mening te ventileren of gewoon te zeggen: hier ben ik, dit is mijn ervaring. Bereik ons dan via info@natrauma.nl of bij Stichting KEA. Samen met Stichting KEA bouwen we aan een gemeenschap waar ruimte is voor elk geluid. Samen strijden we voor meer begrip en betere steun rondom euthanasie bij psychisch lijden. Als je steun nodig hebt, schakel dan professionele hulp in. Jouw welzijn is belangrijk. Tot de volgende keer. Blijf praten, blijf delen, blijf luisteren. Liefs, Isabel en Hans.